Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van Mijn Tuin, Mijn Geluk. Zoals jullie wellicht weten, zijn hier 2 weken geleden 14 van deze pluizenbolletjes geboren. Echt fantastisch. Ze zien er leuk uit, ze zijn super schattig en het liefst van al zou ik hier een hele dag gewoon op mijn gat zitten en kijken hoe ze actief bezig zijn en gewoon om ze te knuffelen, dat ook. Maar het weer is mooi, de zon schijnt en ik wil vandaag graag verspenen, want dat is ondertussen nodig geworden. Maar wat is dat nu eigenlijk verspenen en waar moet je rekening mee houden? Vandaag neem ik jullie mee dus naar de serre om jullie hier alles over te vertellen. Als ik hier ooit wegraak tenminste. Verspenen, hè. Vandaag is het echt dringend tijd dat ik ermee aan de slag ga, want ja, de eerste echte blaadjes zijn tevoorschijn gekomen en dat is echt het startsignaal. Ik heb hier aubergines, pepers, paprika's, ik heb ook nog cobea die we een tijdje geleden hebben gezaaid. Die zijn allemaal klaar om een eigen potje te krijgen en ik ga jullie dus laten zien hoe ik dat doe. Dit vind ik echt een zalig moment, hè. Dat is zo, ja, een heel rustgevend moment, vind ik. Je zit met je handen bezig in de grond. Je zit de plantjes een nieuwe start aan het geven. Want daarover gaat het dus. Hè. We gaan ervoor zorgen dat elk plantje een eigen potje krijgt. Dat is het principe van verspenen. Want verspenen, dat klinkt misschien raar als je pas bent begonnen. Maar dat wil dus eigenlijk gewoon zeggen dat je elke zaailing een eigen potje geeft. En waarom doe je dat? Omdat... ja, dit is veel te dicht op elkaar gezaaid. Hè. Dus die plantjes hebben echt de ruimte nodig om uiteindelijk een grote plant te worden die we straks dan in de moestuin of in een pot kunnen planten hier in de serre. Maar dat is dus echt wel het principe, het basisprincipe van verspenen. Kleine plantjes de ruimte geven om groter te worden. Moet elk plantje nu een eigen potje krijgen? Nee, er zijn gewassen die dat eigenlijk niet zo graag hebben. Denk maar aan courgettes en pompoenen. Die worden het liefst meteen in een potje gezaaid om met rust gelaten te worden. Of bijvoorbeeld in geval van wortelen of pastinaak. Dat zijn echt planten die meteen in de volle grond moeten worden gezaaid omdat ze een lange penwortel hebben en dus niet beschadigd mogen worden. Dus hou daar altijd wel een beetje rekening mee. Pepers, paprika's, aubergines, tomaten, eenjarigen. Dat zijn allemaal planten die graag dat eigen potje krijgen, maar heel veel planten ook niet. Oké, als zaailingen hun eerste echte blaadjes laten zien, dan kan je verspenen. Dan is de plant sterk genoeg om een goede start te maken. De eerste blaadjes die je ziet verschijnen, dat noemen we kiemblaadjes. En die kiemblaadjes verdwijnen uiteindelijk na een tijdje. Het zijn die echte blaadjes die we nodig hebben. En belangrijk, als je dan toch aan het verspenen bent, wees heel voorzichtig. Want die worteltjes zijn nog echt heel fragiel, heel kwetsbaar. Probeer zoveel mogelijk worteltjes mee te nemen. En hou dus die plantjes altijd vast aan die kiemblaadjes. Dat we de steeltjes, die fragiele weke steeltjes niet beschadigen. Of de blaadjes bijvoorbeeld. Hè. Dus kiemblaadjes vasthouden en zo elke keer mooi in een potje laten zakken. En klaar. Ik begin met mijn potjes te vullen. Ik gebruik meestal P9 potjes, of wat ik hier heb liggen. Want al die potjes, dat zijn nu wel plastic potjes, maar die gebruik ik echt elk jaar opnieuw. Probeer ik een beetje uit te wassen, schoon te maken. En ik gebruik die gewoon opnieuw totdat ze kapot zijn en niet meer gebruikt kunnen worden. Dat is een beetje mijn manier om met plastic gebruik in de tuin om te gaan. Ik vind dat die P9 potjes net voldoende plaats hebben om die plantjes genoeg voeding te geven voor de komende weken. Want onthoud, ja, die planten, pepers, paprika's, aubergines, dat zijn allemaal warmteminnende planten. Die mogen pas naar buiten, definitief, wanneer de ijsheiligen voorbij zijn. En dat is pas halfweg mei. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Zorg dat ze een voldoende ruim potje hebben en dan komt dat helemaal in orde. Mijn potje is gevuld met potgrond. Goede potgrond, daar zit ook al een beetje een soort van startersmeststof in voor de komende weken. Dus dat vind ik altijd wel belangrijk, omdat die plant dan ja, een sterke boost krijgt om de komende weken door te komen. Hè. Je merkt het misschien ook, ik ga de potjes altijd in een soort van torentje gaan vullen. Ik maak hier gewoon met mijn vinger een gat in en dan haal ik eigenlijk heel rustig de zaailingen eruit. Maar belangrijk, ik doe dat met bijvoorbeeld een klein vorkje of een lepeltje of in dit geval gewoon het plantetiket.
dat je gebruikt. Gewoon heel voorzichtig losmaken. Remember, het zaad, het kiemblaadje vastpakken. Zaadblaadjes, kiemblaadjes vastpakken. En niet de steel van de plant of de eerste echte blaadjes. Om de plant zo goed mogelijk te beschermen tegen onze brute handen. Ik ga altijd, of toch bij de meeste zaailingen, ga ik altijd tot net onderaan die kiemblaadjes gaan planten. Dus dit hele stukje verdwijnt onder de grond. Gewoon diep genoeg planten, dan start jouw plant eigenlijk weer vanaf hier. Anders krijg je toch wel van die langgerekte zaailingen op den duur. Dus als je ze dieper plant, dan start je weer dichter bij de grond en dan krijg je stevigere planten. En bij mij geldt de wet van de sterkste wanneer ik aan het verspenen ben. En ik zou dat echt aanraden om te doen. De grootste en de sterkste planten die gaan altijd het best overleven. Kijk, ik heb hier echt een heel tenger plantje. Ja, dat ga ik niet verspenen. Dat zou kunnen. In principe zou dat lukken. Maar ik heb genoeg plantjes die er wel goed uitzien en die wel al groot genoeg zijn om een goede start te maken. Ik heb al veel te veel gezaaid. Dat is altijd mijn probleem. Maar dan kan ik echt wel goed kiezen en alleen maar die gezonde planten een kans geven. En na elke soort maak ik er echt een punt van om elk potje een labeltje te geven. Ik heb hier van die hele leuke houten ijslolliestokjes bijvoorbeeld. Ik probeer dat plastic gebruik te minderen, dat zei ik al. En dit is echt supergoed. Met een stiftje blijft de naam van de plant erop staan. Een gans seizoen, dus dat is geen enkel probleem. Je moet ze dan wel weggooien, maar het is tenminste geen plastic. Zo, de eerste soort is klaar. En dan probeer ik ook echt wel altijd water te geven. Want het is hier al vrij warm aan het worden. Ik krijg het al serieus warm hier. Het is hier zalig. Maar voor die jonge plantjes waarvan de wortels zo net wat aangeraakt zijn, zo wat getoucheerd zijn, is het toch wel belangrijk om ze direct water te geven. Als je dit op het laatst zou doen, dan krijg je echt wel plantjes die helemaal verlept zijn en die heel veel energie weer moeten steken in het weer beter worden, in het water opnemen. En dan, dat zorgt ervoor dat die plantjes altijd maar meer energie moeten steken in iets anders. En ze moeten groeien. Veel groeien. En uiteindelijk krijgen ze hier ook een plekje op de zaaitafel, op de plantentafel. Want vandaag is echt fantastisch weer. En daar maak ik echt gebruik van. Want pepers, paprika's, aubergines, tomaten binnenkort, die hebben echt wel nood aan een beetje warmte. En dus is dit ideaal om echt een goede start te maken. Maar 's nachts gaan ze nog altijd wel naar binnen als het te koud wordt. Als de nachten zo wat 10 graden, 10, 11 graden, dan durf ik ze wel al buiten laten staan. Omdat ze dan echt wel sterker worden. Maar als het alles wat lager is daar dan 10 graden, 8 à 10 graden, daar krijgen ze toch wel moeilijk mee. En we willen natuurlijk geen groeistop, maar een groeiboost. Hè. Zo, ik denk dat ik jullie in grote lijnen heb uitgelegd waarover verspenen eigenlijk gaat. En waarom het belangrijk is in geval van sommige planten. Want het helpt echt uw planten om sterker te worden, om een volwaardige plant te worden, om binnen een paar maanden dan gewoon te kunnen planten in de moestuin. Hè. Wil je meer informatie? Ga dan naar angelodornie.be. Wil je meer afleveringen bekijken? Dan kan je zoals steeds terecht op tv.angelodornie.be. En wil je mij volgen op Instagram? Doe dat dan zeker via de link hieronder. Want daar deel ik regelmatig kippen- en moestuintips en bloementips en noem maar op. Dus heel fijn om jullie daar ook te verwelkomen. Zeker doen. Ik stel voor dat ik hier nog wat doordoe, maar tussendoor ook nog wat geniet van dat zonnetje, want het is echt fantastisch weer. Het is zo welkom na een koude en natte winter op bepaalde momenten. Dus ik ben hier heel blij mee, maar ik heb nog een hele hoop werk. Dus ik zie jullie heel graag volgende week terug en ik wens je voor nu een heel fijn weekend. Bye bye.